Ja, ik dacht dat ik daarom hier was voor de derde helft. Dus ik denk dat ik zo meteen maar het feest ga aanslingeren. Maar het moet vooral ook leuk zijn. Het moet ook vooral luchtig zijn. En, maar je wil ook het publiek wil je wel wat tonen. En ik denk ook dat dat wel gelukt is. Ja, kun je het maar uitleggen hoe het voelt als je een hele dag in het middelpunt van de aandacht staat en dat iedereen met jou bezig is? Ja. Komt er een beetje ongemakkelijkheid bij kijken of is het ook vooral heel veel trots? Ja, een beetje. Een beetje is een understatement, dus er komt heel veel bij kijken. Ik ben me eigenlijk heel erg gerealiseerd deze week met name van hoe bijzonder het is, wat er allemaal gebeurt en wat de club voor me doet, wat de supporters voor me willen doen. Ja, dat is, daar word je gewoon een beetje stil van. En dan moet je dat maar ook gewoon proberen te omarmen en ervan te genieten. En dat heb ik gedaan. Ja. Normaal bereid jij je heel veel voor op een wedstrijd. Hoe bereid je je dan voor op een afscheidswedstrijd? Ja, ook voorbereiding, maar het moet vooral ook leuk zijn. Het moet ook vooral luchtig zijn. Maar je wil ook het publiek wil je wel wat tonen. En ik denk ook dat dat wel gelukt is. Als ik de twee teams vandaag zag, ja, daar werd serieus gevoetbald. En natuurlijk met wat ontspannenheid. Maar er werd wel op een leuke manier gespeeld. Ik heb leuke aanvallen gezien. Ik heb mooie goals gezien. En dus ja, een prima middag voor iedereen. En voor de spelers hebben ervan genoten op het veld. Maar ik denk zeker ook de fans op de tribunes. Ik moet het toch vragen. Want je was toch wel weer het middelpunt van de aandacht in de tweede helft. Jij neemt de doeltrap en dan weet je wat je te wachten staat. Hè? Ja, dat weet ik. Maar ik stond niet in het middelpunt. Hoor. Dat was een mareltje. Dan was ik een mooie bijzaak. En je weet wat de fans willen en jij denkt van nou, we geven het ze ook. Tuurlijk. Ja, dat is toch allemaal mooi. Ze weten nog wie ik ben, dat is mooi. Ja. Kun je nog steeds van genieten van de pizza op pizza? Zeker kan ik daarvan genieten, heerlijk. Nou, dan heb je die twee helften gespeeld. Misschien komt dan wel je lievelingshelft, om het zo maar te zeggen. Er werd net al heel hard in de kleedkamer geschreeuwd, de derde helft gaat beginnen. Ben jij een van de voortrekkers daarin? Ja, ik dacht dat ik daarom hier was, voor de derde helft. Dus ik denk dat ik zo meteen maar het feest ga aanslingeren. Ja. Je hebt biertje al in de hand. Ja, zeker. Dat is helemaal niet gek. Maar met wie ga je vanavond de stad in, denk je? Nou, ik heb zelf een evenement. Ik zit in de evenementensector. Dus ik had vandaag gisteren een festival en vandaag een festival. Dus ja, laatst moet ik werken. Ja. En hoe laat gaat het vanavond worden? Het feest duurt tot 12 uur, dus ik denk tot 12 uur, ja. Echt waar? Ja, misschien nog even de aftakkertjes daarna. En dan de laatste onmogelijke vraag van al die wedstrijden. Kun je toch één hoogtepunt uit die lange carrière aanwijzen? Nou ja, dat was dit eigenlijk. En als in, daar komt het samen als een soort van ultieme bekroning. En ja, dat koester ik en dat neem ik mee voor de rest van mijn leven.